Goedemorgen. Oh, ik ben zo moe. Amai. Ik heb zo enorm vast geslapen. Maar ik had gisteravond een pijnstiller genomen. Omdat ik voel dat ik zo verkouden ben aan het worden. En zo sinusite aan het krijgen ben. Dus ik dacht, ik neem een pijnstiller. Maar er zat slaapmiddel in. Blijkbaar. Amerikaanse pijnstillers. Dus ik ben echt moe. Ik raakte er niet uit. Maar ja, wat ga ik iets zeggen? Ja. Oké. Zeg maar iets. Zeg maar eens hey. Amai, you're coming really close there. Zeg eens goedemorgen. Zeg het maar. Zeg goedemorgen. Ja, je moet dat hier zeggen. Goedemorgen. Nee. Ik ben pannenkoekjes aan het maken. Eerste zit erin. Ik denk dat ik hem moet omdraaien. Ah nee, toch nog niet. Voor degene... Jullie leiden me af. Degene die vragen wat ik gebruik. Dat is deze. Van Overdrive Sports. Die kunt je via de Instagram van Leslie bestellen. Ik zal hier haar Instagram zetten. Mijn is echt op. Ik zal hem eens open doen. Dit is wat ik nog heb. Daar. Dus ik moet nieuwe. Oei, mijn camera gaf ineens een error. I don't know what's wrong, hè. Ik zal eens laten zien wat ik deze morgen al heb gemaakt. Hopelijk kunnen jullie dat zien zo van mijn scherm. Ik denk dat wel. Ik zal het wat minder licht zetten. Dus dit is de actie. Die is normaal gezien nog lopend als deze vlog online is. Tenzij het uitverkocht is. Maar dus bij de rode velvet of de roze krijg je een gratis e-book en een sterrenchoker. En ik heb deze morgen deze banner al gemaakt. En gekuist. De badkamer gekuist. Dus allen naar totallytwo.com, zou ik zo zeggen. Ga ik naar Nederlands film, mag iets. Oké, we zijn daar veel geweest. En de eerste was een soort van Halloween-avond. Dus alle lichten waren uit. En toen waren er nog die enkele luidjes, maar toen mensen van masker op. Ja? Ik ga niet slapen. Ga je wel slapen? Ik slaap eigenlijk, ik slaap niet. Oké. Er is een pakje aangekomen. Ik denk dat ik weet wat het is. Ik ben niet heel zeker, maar ik denk het wel. En als het goed is, dan is dit iets voor een giveaway. Oeh. Yep, het is voor de giveaway. Dus ik ga het... Oh. Het is uit elkaar aan het vallen. Dus ik ga het nog niet laten zien. Of ik zal een sneak peek geven. Het is iets van de Body Shop. En de giveaway komt normaal gezien wel binnenkort online. Maar het is meer iets voor kerst. Dus nog even... Alright, hey. Céline en ik hebben besloten om iets te gaan eten, om te gaan lunchen, zodat we zelfs, dat we geen tijd verliezen door zelf nog eten te maken en zo. We dachten, we gaan gewoon eten, weet je. En omdat we moeten zelfs nog pakjes maken en nog van alles doen. En ja, we hebben wel nog wat werk. We gaan eten, we hebben weer met 2 for 1 gereserveerd. En we gaan bij Cucina di Gio eten. Cucina di Gio. Ik hoop dat ik het goed zeg. Voor alle Italiaantjes out there. Sorry als ik het fout zeg. En dat is in Houthalen Heiligtrein. Allee, Houthalen eigenlijk meer, denk ik. Op de weg naar Zwartberg, denk ik. Nu ben ik niet zeker. Ik dacht dat het de weg naar Zwartberg was. Ik weet dat omdat mijn onkel hier heel dichtbij woont. Vrij zeker dat het dat was. Ja, weg naar Zwartberg. Oké, we zijn er. Hè. Het is hier echt wel fancy, inderdaad. Hallo. Het is best wel mooi. Wauw. Ik ben heel benieuwd wat we gaan eten eigenlijk. En dit is al het hapje. Ja. Snack. Maar ik ben donker. Ah, dat is beter. Dit is het eerste hapje. Een soepje van courgette. En een broodmandje gevuld met een soort van worst. Ik weet niet juist welke worst, maar ja. Smakelijk. Voorgerechtje is er. Zelfgemaakte pappardelle met een ragout van hert. En Céline heeft met kaas, zoals je kunt zien. Ik heb zonder kaas, maar Céline zit even op mijn plaats. Omdat we een mooie foto aan het maken zijn. Amai, hoe goed ziet het hoofdgerecht eruit. Wauw, dit is echt gewoon een kunstwerk. Super mooi. Het is dorade met courgette en kersttomaatjes. En een torentje van broccoli daaronderin. Céline heeft nog een zalfje van broccoli ook, denk ik. Ja, en een beetje room. Ja, omdat daar room in zat, heb ik dat niet genomen. En aardappeltjes. Yummy. Oké, we zijn terug. Het was kei lekker, hè? Ja. Amai, het was echt super lekker. En kijk eens wie hier is nu. Ja! Hey! Oh! Milka? Milka is naar de dierenarts geweest. Ja. Hè, Milka? Alles was in orde. Oh. I used to be so happy, but without you here, I feel so low. I want you as you left, but I can never seem to let you go. Cause once upon a time you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. It's buried deep inside me, but I feel there's something you should know. I will never forget you. You will always be by my side. From the day that I met you, I knew that I would love you till the day I die. And I will never want much more. And in my heart I will always be strong. Oké, tante gaat naar huis, hè? Moet ik hier blijven? Hè? Oh nee. Sst, zotteke. Kan niet. We staan te stil, denk ik. Ja. Oké. Allee, ik ben door, hè. Goed? Ja. Dag! Dag, Milkska. Oeh! Hou rustig. Rustig aan. Het is goed. Dag, Milk. Dag. Ik ben thuis. En voor de mensen die zeggen dat katten niet blij zijn als je thuis komt of als ze u zien. Oké, misschien niet zoals een hond, maar mijn katten zijn blij. Watch. Hey! Hallo! Dag poepernalletjes. Dag poepernalletjes. Waren jullie aan het wachten? Ja, mijn katten wachten dus altijd bij de deur. Die horen mij binnenkomen in de gang en dan zijn die al aan het janken aan de deur. Hè, Milks? Ja, het is hier precies gepoetst. Het ruikt hier naar gepoetst. Maar dat zou mij verwonderen. Mijn schatjes. Ah, zit je in de bloembak? Ah, zo schattig. Muffy toch? En ik zie dat Geert stof heeft aangedaan. Dat is keigoed. Maar ik moet het hout bij op gooien, denk ik. En onze mazoet hier is op. En aangezien we toch niet plannen om hier nog heel lang te wonen, hopelijk, doen we de stof maar aan. Hopelijk gaat dat nog. Kom aan, hè. Brand. Brand, hartje, brand. Ja, zijt je blij dat ik er ben? Hè? Milk. Kijk eens hoe gezellig het hier nu is als de open haard aan is en zo. Kijk eens, zo cozy. Iemand moet het huis toch willen kopen, hè? Please, iemand. Koop mij. Koop mij. Ik heb net gegeten en nog een paar dingen voor mijn administratie gedaan die ik moest doen. En nu ga ik in bad. Nu ga ik in bad. Zolang ik nog een bad heb. Want ik heb misschien... Ella! Muffin is weer achter Milky aan het lopen, zeker. Muffin! Nee, nee! Dan kijkt hij zo onschuldig naar boven, hè, van... Maar ik doe toch niks? Die is echt stout. Die zit altijd zo achter Milky aan. Maar dus wat was ik nu aan het zeggen? Oh, ik loop ook nog de verkeerde kant op. Ja, voor zolang ik dus nog een bad heb. Want er komen leuke dingen aan. Dus ik kijk er wel naar uit. Maar ik ga er nog niet te veel... Excuse me. Ik ga er nog niet te veel over zeggen. Dat is van later. Goed, waar is nu dat chauffage? Ik ben elke keer Geert al weggezet. Oké. Hier is trouwens Geert zijn kamer. Voor wie het wil zien. Hier slaapt Geert. En denk je, ah. Hier is het. Hier is die stekker. Maar dat is moeilijk allemaal met één hand. Dus nu ga ik lekker in bad. En ik denk dat ik... hoe noemt dat nu weer? Tabula Rasa of zoiets, hè? Op TV1 dat ik daar ga kijken, want ik vind dat wel goed. Ik heb de eerste 2 afleveringen al gezien en die van gisteren heb ik nog niet gezien omdat ik weg was, dus ik ga dat kijken en dan even lekker gezellig in mijn badje met jullie. Nee, jullie mogen niet in bad, hè. Jullie moeten zelfs weg als ik in bad ga. Want anders, Muffin die springt gewoon in het water. Want één keer zat ik daar in bad. En toen stond hij daar en hij is echt gewoon erbij ingesprongen. Dus dat was, ja, niet zo goed. Want toen moest ik die helemaal afdrogen en gans gedoe. Ik zal jullie ook mijn badkamer setup eens laten zien. Wat ik altijd doe. Dus... Ik ga jullie hier zetten. Dus daar is het bad. En ik pak altijd deze wasmand. Die zet ik dan hier. Zodat ik op mijn laptop iets kan kijken. En dan natuurlijk de laptop insteken. Want je wilt niet in bad zetten. En dat je laptop dan ineens uitvalt. Want dan moet je eruit komen. Steek ik in. Mijn iPhone-kabel ook. Ik wou ook niet dat mijn iPhone plat gaat. Tada! I could stay like this, forever following you. Oké. Ik hoop dat jullie mij zien. Oh, ik lig weer in bed. Goed. Ella! Man, Muffin is Milky hier weer van het bed aan het jagen. een goed badje genomen. Dan heb ik nog ja, in bad en na het bad 2 afleveringen van Tabula. Hoe noemt dat nu weer? Tabula Rasa gekeken. En nu ga ik slapen. Het is net 10 uur. Maar ik ben echt moe. Dus ik ga slapen. Slaap lekker iedereen. En tot de volgende vlog.